Dankjewel. Goedemorgen allemaal en welkom bij deze ontwikkeldag. Ontwikkeldag 5, terug van weg geweest kunnen we eigenlijk wel zeggen. We hebben natuurlijk eerdere ontwikkeldagen gehad en we willen dat weer nieuw leven inblazen om de ontwikkeling van Erasmus Arts 2030 weer een verdere boost te geven. En heel fijn en goed jullie hier weer in zulke grote getalen te zien. Gedurende de dag zullen zeker ook nog verschillende mensen aanhaken. Er zijn ook kijkers thuis, dus van harte welkom als je thuis mee zit te kijken via de livestream. Dat was de hand van Dick. Even belangrijk om te weten, gedurende de dag zullen er foto's gemaakt worden. Worden er dus ook opnames gemaakt. Nu ben ik lekker in beeld, maar er zullen ook sfeerimpressies gemaakt worden. Als je niet op camera wil, geef het vooral aan bij Angelica, want dan kom je niet op camera. Maar dat even qua AVG en privacy. Nou, wat staat er vandaag op het programma? Vooral heel veel hands-on, lekker aan de slag. Echt werken aan de verschillende onderwijsperiodes. Waarbij we vooral dus zullen zorgen dat we weer een nieuwe slag gaan maken in de onderwijsproductie. Wat ga ik hier nu vanochtend samen met anderen dan vertellen? We gaan een kleine overview geven over waar komen we vandaan. Heel kort even de geschiedenis. Waarom waren we dit nou eigenlijk ook allemaal weer aan het doen? Waar staan we nu op dit moment? Waar gaan we naartoe voor de aankomende periode? En vervolgens natuurlijk het programma van vandaag. En dan toch even korte recap. Waarom zijn we dit nou allemaal weer aan het doen? Dit grote project met allerlei veranderingen. Nou, het vloeit voort uit eigenlijk de visitatie van de opleiding geneeskunde in 2018. Waarbij er op zich gezegd is, joh, deze opleiding voldoet voor nu, maar hij is aan het verouderen. Zeker als je kijkt naar de toekomstige ontwikkelingen en voor de dokter. Wat moet de dokter van nu en vooral de dokter van de toekomst allemaal kennen en kunnen? Is de opleiding zoals we hem nu hebben niet meer daar passend bij? En ook de onderwijsmethodieken die we in het huidige curriculum hebben zijn verouderd. Relatief veel grootschalig onderwijs, relatief veel passief zenden van kennis zonder daar heel actief mee aan de slag te gaan door die kennis toe te passen. Er is inmiddels ook een nieuw raamplan gekomen. Dat is in 2020 uitgekomen. En ook daar zijn binnen de deelcompetenties van de toekomstige dokter nieuwe accenten en nieuwe speerpunten toegevoegd. Preventie en het voorkomen van onnodige zorg is daar een duidelijk nieuw iets in geworden, waar we dus ook nadrukkelijk aandacht voor moeten besteden. Hoe om te gaan met innovaties in de zorg. Het belang van een persoonsgerichte benadering. Je doet het steeds meer samen met de patiënt in plaats van over de patiënt. En de burger en patiënt nog meer te beschouwen als partner. Wederom in die spreekkamer, maar dus ook gewoon in de maatschappelijke gezondheidszorg. Alles buiten het ziekenhuis. Aan de hand hiervan is er een nieuwe opleidingsvisie ontwikkeld. Die is in 2021 vastgesteld. En die staat voor het Erasmus MC leidt studenten op tot breed academisch geschoolde artsen die voorbereid zijn op nieuwe technologische ontwikkelingen en die maatschappelijk betrokken zijn. Hier zie je natuurlijk elementen in het raamplan uit terugkomen met absoluut ook de eigen Erasmus MC kleur daarin. En om dit mogelijk te maken moeten we natuurlijk het curriculum verder herzien en aanpakken. Dat hebben we gedaan aan de hand van een aangepaste opleidingsvisie. Die dus heel erg over de vorm gaat. Zoals gezegd, de vormen zoals we ze in het huidige curriculum hebben, zijn voor bepaalde delen wat verouderd. En we willen dus in het nieuwe Erasmus 2030 aan de slag gaan met casusgestuurd onderwijs, projectgestuurd onderwijs en professionele ontwikkeling. Op zich allemaal dingen die jullie eigenlijk al vaker gehoord hebben, allemaal wel ergens weten. Maar het is goed om weer even de achtergrond te schetsen waarom we dit aan het doen zijn en waarom we dat op deze manier doen. Wat hebben we dan in de tussentijd allemaal al bereikt? Een heleboel. Deze mijlpalen die begonnen bij 2020 en doorlopen in dit geval tot december, tonen aan wat er in de tussentijd allemaal bedacht en gedaan is. En dat is een heleboel. Het begint bij het brainstormen van de projectgroep,
het definiëren van de verschillende biomedische concepten die aangeleerd moeten worden. Het eerste macro-ontwerp en didactisch model. Hoe gaan we het ze allemaal aanleren? Er zijn design-sessies geweest voor het casusgestuurde onderwijs. We hadden zeker wel ideeën hoe dat eruit moet zien, maar hoe ziet dat er dan in het Erasmus MC uit? Voor de mensen die erbij waren, dat waren de hefdagen, omdat we onder de hef dat ontwikkeld hebben. Er zijn toetsplannen ontwikkeld en die worden op dit moment nog steeds doorontwikkeld. De eerste ontwikkeldagen zijn geweest, daar kom ik straks ook nog op terug. We hebben inmiddels pilots gedraaid met het casusgestuurde onderwijs, met het projectgestuurde onderwijs. De onderwijsschema's zijn opgestart. De docentprofessionalisering is opgezet en inmiddels ook voor de eerste blokken van start gegaan. Inmiddels zijn er ook nieuwe toetssystemen gekomen. En daar zullen we in de middag ook de eerste sneak previews van laten zien. En die zorgen ervoor dat we strakjes ook het programmatisch toetsen, zoals we dat uit willen gaan voeren in Erasmus Arts 2030, dat we dat op een goede manier uit kunnen voeren. Nou, het CIS is verder vormgegeven en in december hebben we gezegd volle vaart vooruit. Wat hebben we in eerdere ontwikkeldagen gedaan? Ontwikkeldag 1. Is echt inmiddels alweer een tijdje geleden. Maar wat we vooral moeten beseffen is dat we daar in ontwikkelteams terecht zijn gekomen waar we de meeste mensen wel kenden en soms wel al mee samenwerkten, maar soms ook helemaal niet. En inmiddels zijn daar gewoon echte blokteams, projectteams uitgevormd die elkaar kennen, die elkaar weten te vinden, die bij elkaar of van elkaar naar promoties gaan. Dus we hebben echt wat dat betreft stappen gemaakt in gewoon in nieuwe samenstellingen aan de slag gaan met onderwijsontwikkeling en vormgeven. Op ontwikkeldag 2 zijn we voor het eerst wat dieper ingegaan op het casusgestuurde onderwijs. We hebben toen ook de kaders aangegeven van hoeveel onderwijs mag er nou eigenlijk fysiek aangeboden worden, hoeveel met gestuurde zelfstudie. Er is ook aangegeven groepsgroottes, hoe groot die mogen zijn. Eerste stappen richting de echte onderwijsvormen. Op ontwikkeldag 3 zijn we vooral heel hard aan de slag gegaan met jaar 1. Treat first, what kills first. Zorgen dat jaar 1 zo goed mogelijk op poten komt te staan met integratie tussen de verschillende onderwijsperiodes en de ontwikkellijnen. En is er hard gewerkt aan het verder vormgeven van onderwijsschema's en ook het formuleren van leeropbrengsten. Hoe of wat gaan we ze nou eigenlijk dan precies aanleren? Op ontwikkeldag 4 is daar een verdere slag in gemaakt, ook voor jaar 2 en jaar 3. Zijn we ook aan de slag gegaan met echt eens een keertje hands-on proberen casuïstiek te schrijven. Hoeft er zeker niet perfect te zijn, hoeft er niet af te zijn. Maar om gewoon eens gevoel te krijgen voor wat is dat nou een casus? Hoe ziet dat eruit? Hoe zorg je dat daar dan verschillende onderdelen aan bod komen? En vooral niet te vergeten, het projectonderwijs is natuurlijk ook van heel groot belang en heeft gedurende deze ontwikkeldagen af en aan parallel programma's gedraaid om de verschillende projectperiodes vorm te geven. Daar zullen we straks ook nog eventjes apart op terugkomen waar die inmiddels staan. Waar staan we dan nu? Nou, daarvoor wil ik heel graag het woord geven aan Daan Nooy. Hey, nu aan, ja. Waar ik het met name over wil hebben is het stukje werving docenten en de ontwikkeling van casuïstiek. We zijn hard op zoek naar CGO-docenten, degene die af en toe intranet openen of juist eventjes weglopen van de computer en de screensaver zien, zullen dat onder andere daar gezien hebben. We zoeken in het oorspronkelijke format zoals dat is opgesteld, zoeken we 20 docenten, waarbij we er op dit moment dan 4 definitief hebben aangesteld. En met 6 mensen in gesprek zijn om te kijken of het allemaal passend is. En in totaal, er zitten dus die 10 mensen bij, hebben we op dit moment 12 brieven binnen. Maar dat betekent dat we er dus nog niet zijn. Een van de manieren om het toch wat aantrekkelijker te maken om CGO-docent te kunnen worden, was dus dat de oorspronkelijke 14 uur die als ondergrens gevraagd werd, die is wat naar beneden bijgesteld. Dat kan ook nu vanaf 8 uur. Betekent natuurlijk wel dat we dan meer dan 20 mensen nodig hebben. Maar dat betekent, we zijn dus nog steeds op zoek. Dus zegt het vooral voort. We zullen daar ook campagne op blijven voeren totdat we het aantal docenten hebben.
wat nodig is om het te kunnen geven. Nou, voor de VIP-coaches hebben we zelfs een opname stop in moeten stellen, want daar liep het enorm storm. Dus daar voor Anne-Merle en Martijn met name gefeliciteerd en succes met ze allemaal dan opleiden en trainen. En voor de PO-docenten, omdat het project onderwijs wat later van start gaat, geldt dat de werving op dit moment nog niet gestart is, wel de nodige geïnteresseerden zijn. En daar zal op korte termijn meer informatie over gaan volgen, want ook die werving zal gaan starten. Dan voor het ontwikkelen van de casuïstiek is met name jaar 1 is daar daadwerkelijk al mee van start gegaan. En dan zien we hier de laatste tussenstand zoals we die op dit moment binnen hebben gekregen. Waarbij in het introductieblok alle casus in ieder geval in concept af zijn. En voor de andere blokken zie je dat de teller wel oplopend is, maar dat we nog niet klaar zijn. En met name dus blok 5, 6 en 7, die gaan volgende week dan hun scholingstraject starten. Dus qua casuïstiek, moest even een beetje op gang komen, maar inmiddels zien we dat ook die trein is gaan rijden. En er zal dus vandaag voor jaar 1 ook de mogelijkheid zijn om verder aan die casuïstiek te gaan werken. Dan voor de casus van hoe was het ook alweer? De casus bestaat uit 3 delen. Dus er is allereerst een pitch. En die is met name bedoeld om ervoor te zorgen dat de casus geïntroduceerd wordt. Mag op allerhande manieren. Met een filmpje, met in ieder geval iets korts waardoor je denkt van oh ja, hier gaat het over. Dan vervolgens zullen de studenten aan de slag gaan met gestuurde zelfstudie. Ook daar geldt, dat mag literatuur zijn, kennisclips, e-modules. The sky is the limit zou je kunnen zeggen. Maar als we kijken naar welke kennis moet daar met name overgebracht worden, dan zijn dat vooral de op de piramide van Bloom de wat lagere domeinen. Dus echt het begrijpen en het onthouden van kennis, dat is wat er dus in die voorbereiding plaatsvindt. En dan vervolgens komt de casus bespreking. En daar zullen de studenten dan samen onder leiding van die CGO-docent aan de slag gaan om de hogere niveaus van Bloom te bereiken. Dan hebben we dus ook casusontwikkelaars die casus dan voor de CGO-docenten schrijven. Daar zijn er al zeker in jaar 1 de nodige begonnen. Maar voor jaar 2 en 3 is dat op dit moment nog niet het geval. Wat moeten die mensen doen? Uiteraard de casus ontwikkelen, maar daar hoort dan dus de pitch, de handleiding en het studiemateriaal bij. En met name voor dat studiemateriaal heb ik het plaatje van het Recycle-logo neergezet. We hebben natuurlijk een opleiding die op dit moment al draait en er is al heel erg veel materiaal beschikbaar. Dus het is niet de bedoeling dat alles van nul af aan helemaal opgebouwd wordt. Als jij een goede e-learning hebt die bruikbaar is of eventueel een klein beetje getweakt moet worden, dan mag dat uiteraard. Het is niet zo dat alles helemaal weer vanaf nul bedacht moet worden. En daarnaast willen we de casusontwikkelaars ook vragen om dus toetsvragen voor de bloktoets aan te leveren. En dat zijn er dan in totaal 10. Dat is in de ontwikkelfase. En in de uitvoeringsfase geldt dat de casusontwikkelaars de CGO-docenten zullen brieven. Dus met de CGO-docenten voorafgaand aan de week waarin de casus behandeld wordt, de casus nog doornemen, dat de docenten eventueel vragen kunnen stellen. Dan kan de casusontwikkelaar ook nog van de gelegenheid gebruik maken om misschien nog bepaalde dingen, om daar accenten op te leggen of te zeggen van ja, als ze die kant op gaan, blijf daar vooral weg, want dat is niet de bedoeling van deze casus. Om de CGO-docenten voor te bereiden, zodat die de casus kunnen begeleiden. Daarnaast zullen er responsiebijeenkomsten worden georganiseerd. Omdat de CGO-docenten zelf geen inhoudelijk experts zijn, kan het voorkomen dat er toch vragen komen waar de CGO-docent geen antwoord op heeft. En om studenten wel de mogelijkheid te bieden om toch antwoord te krijgen op die vragen, willen we de studenten gelegenheid bieden om dus voor die facultatieve colleges, om daar naartoe te gaan, om eventueel aanvullende vragen nog met de expert te bespreken. En als laatste is het zo dat het natuurlijk kan zijn dat er verdere ontwikkelingen zijn, of dat er uit evaluatiezaken naar voren komen, waarbij de casus verder aangescherpt moet worden. En ook dit is een taak voor de casusontwikkelaar. Daarbij is het wel van belang dat de casusontwikkelaar valt dus eigenlijk weer onder de CGO-blokcoördinator. Dus wat we wel willen vragen is dat de CGO-blokcoördinator de diverse casusontwikkelaars ook wel helpt om met name de
kaders te geven van waar binnen de casus opgesteld moet worden. Uiteraard zullen bijvoorbeeld ook de onderwijskundigen daarin een bijdrage leveren. Maar met name de CGO-blokcoördinator is toch degene die het beste overzicht heeft over wat er in het blok behandeld moet worden. Nou, daar komt dan de volgende tijdlijn uit. Deze is vooral niet om te onthouden. En er liggen hier in het hoekje voor jaar 2 en 3 de wat meer grafische plaatjes. Dit zal nog gedeeld worden, maar per blok is het dus ook uitgewerkt. En als we dan zo'n grafisch plaatje erbij pakken, toevallig voor blok 10, dan ziet dat er dus ongeveer zo uit. Blok 10 is nog even weg, dus de tijdlijn begint pas in 2025. En dan zie je dus dat er scholingen al gepland zijn. Het zou kunnen dat de exacte datum nog een klein beetje gaat veranderen. En dat we dus zien, om even aan te geven van wat wanneer ongeveer ontwikkeld moet worden. Dan is het zo dat de casus ontwikkeling, dat stopt dan op 26 januari. Maar het onderwijs moet daadwerkelijk af zijn op 6 april. Daar zit aan de ene kant, zou je kunnen zeggen, best nog wel een gat tussen. Maar die tijd is echt nog wel nodig om checks uit te voeren, kijken of alles klopt. Dus we willen echt de blokken vragen om die casusontwikkeling echt af te ronden op het moment van die deadline. Ook omdat bijvoorbeeld onderwijskundigen casuïstiek tegen moeten lezen. En als dat opeens allemaal last minute als één bulk binnenkomt, ja, dan gaat het proces daar stagneren. Dan zien we daaronder dat dus een beetje on the go met die casus we ook willen vragen om het overige onderwijsmateriaal te ontwikkelen. En uiteraard dat er afstemming plaats moet vinden tussen de casus en het andere onderwijs. Omdat we juist die integratie willen borgen. Dan voor het projectonderwijs wil ik het woord geven aan Sid. Ja, dankjewel. Voor projectonderwijs hebben we natuurlijk ook niet stilgezeten in de afgelopen periode. Het eerste project, even een korte toelichting over het projectonderwijs. We hebben in de bachelor 4 projectperiodes, 2 in bachelor 1 en 2 in bachelor 2. Dat zijn 4-weekse periodes waarin echt het competentieleren van de studenten centraal staat. Die projecten die hebben 4 inhoudelijke focussen. Medische wetenschap, maatschappelijke volksgezondheid, gezondheid en technologie en zorgbeleid en organisatie. En het eerste project, medische wetenschap, gaat starten in maart 2025. Dus de tweede helft van het eerste bachelorjaar. Het is een ongoing proces om een nieuw didactisch concept met competentieleren te laten landen in dat curriculum en onszelf daar ook in te professionaliseren. En daar hebben we denk ik grote stappen in gemaakt in de afgelopen periode. En voor de 2 projecten die in jaar 1 plaatsvinden, hebben we ook de laatste tijd geïnvesteerd om ook echt een didactische optimalisatieslag te maken. Om ook echt dat didactisch concept ons eigen te maken. Zodat we ook op een goede manier de docenten die dat moeten gaan geven, kunnen gaan trainen. Nou, voor project 1 en 2 zijn we daar een heel eind mee. Dus die kunnen ook daarna gaan starten met het ontwikkelen van het daadwerkelijke onderwijs. En dat loopt. De competenties die aan bod komen in het projectonderwijs zitten natuurlijk niet alleen in het projectonderwijs. Studenten werken ook aan al die competenties in het CGO en in het VIP. Dus ik denk dat ook de komende periode daar nog een goede afstemmingsslag in gemaakt moet worden. Zodat er ook door het hele curriculum een mooie opbouw zit in die competentieontwikkeling. En ook tussen die projecten, die hebben allemaal een inhoudelijke eigen signatuur. Maar projectonderwijs is ook een lijn door het curriculum heen, waarin die competenties worden opgebouwd en wordt ook doorgetrokken naar de master. Dus daar kunnen we ook in de dag als vandaag, als we met de 4 projecten samen zitten, ook weer een volgende stap in zetten. We hebben al wel het PO-docentschap op de markt gebracht. En er zijn ook veel geïnteresseerden voor en in principe genoeg geïnteresseerden in beeld om ook voldoende docenten te hebben om in jaar 1 te starten. Goed, ik wil nogmaals zeggen dat zijn geïnteresseerden. Dat zijn nog geen mensen die allemaal hebben toegezegd. Eerste blikken zijn gunstig. Daan die tipte het al aan. De officiële werving van PO-docenten is nog niet gestart, maar ik wil dat wel proberen om zo snel mogelijk ook de commitment en duidelijkheid te creëren voor mensen die nu geïnteresseerd zijn in PO-docenten. Zodat we ook kunnen gaan starten. Die wil ik eigenlijk. Nou, er staat hier uiterlijk van de zomer. Wil ik dat wel vastgelegd hebben. En zodat we in het najaar ook die
docenten kunnen gaan scholen. En ja, nu we voor de projecten steeds duidelijker hebben hoe die eruit gaan zien in die vierweekse periode, ja, weten we ook steeds beter wat we van de docenten verlangen. Dus die scholing, dat is ook een parallel proces. Dus in dit najaar kunnen dan de PO-docenten geschoold worden. Ja, nog. Oh, die staat een stukje harder dan die andere. Nee, dat is lijkt me een heel goed punt. En ik denk dat ik ook even naar. Ik heb het ook voorbij horen komen. Ik weet even niet uit. Is het in het tweede project? Nee, zeker. En ik denk inderdaad ook dat patiënt ook een stakeholder is. En projectonderwijs is ook stakeholderonderwijs, waarbij er hele relevante vraagstukken als projectvraagstuk worden opgepakt. Dus daar zitten zeker mogelijkheden, denk ik. Grijp vooral deze dag ook aan om met elkaar dat soort gesprekken aan te gaan. Daarvoor hebben we ook die parallelsessies. Ja, zeker. Alexandra. Ja, ik ga niet op de inhoud verder, maar ik ga even wat meer logistieke stukken doornemen voor de onderwijskanten, wat we allemaal aan het doen zijn aan de achterkant. Het rooster, nou, voor semester 1 wordt er op het moment het rooster gemaakt. Ik heb daar wel een kanttekening bij. Een aantal mensen hebben misschien een werknotitie ontvangen, dat ze moeten aangeven bij bepaalde VO's wat ze daarbij willen. En dus ook concreet mogelijk, alsjeblieft. Dus aantal groepen. En de dag en de tijd. Maak het zo specifiek mogelijk voor het roosterteam, want anders kunnen ze niet roosteren. En antwoord binnen nu in 2 weken, alsjeblieft. Want we lopen op dit moment al een heel klein beetje achter om het rooster klaar te krijgen. Dus nogmaals, graag alsjeblieft vul het in. Daarbij wil ik dan ook de kanttekening maken dat zodra dat is ingevuld, gaat dat dicht staan. Dus dan staat de roosteropmerkingen in het CIS staat dicht. Dus dan kan je niet meer aanpassingen maken en dan is het dus geroosterd strakjes. Dat is het waar we naartoe streven met z'n allen. Daarbij wil ik zeggen, ze hebben ook een soort overzicht gemaakt van alle toetsingsmomenten. Zowel voor het huidige curriculum als nieuwe, want dat loopt allemaal voor een heel deel door elkaar heen. Dus we krijgen straks wat beter overzicht en dat zullen we ook publiekelijk laten zien waar dat staat. En hopelijk geeft het iets duidelijker weer hoe straks alle 3 jaren tegelijkertijd gaan lopen. Daarnaast is Sebastiaans team van het OC, nu is het onderwijs en studentzaken, druk bezig met de groepsindelingen. En die zitten in een soort testfase om te checken of dat allemaal goed gaat met de studiegroepen. Ze zijn het examenprogramma aan het maken in Osiris. En alle cursuscodes, en dat is misschien een achterkantstukje waar jullie allemaal niet druk over hoeven te maken, maar die moesten allemaal even afgestemd worden. Daarbij zie je in het CIS nu wel vaker letters met 3 afkortingen. Niet een VO, maar een VOW, vaardigheidsonderwijs. Dat heeft met de codering te maken. Dus dat wordt misschien nog aangepast, maar daar hoeven jullie je er verder niet zorgen over te maken. Maar dat is wel iets wat wij moesten afstemmen met al die systemen. Daarnaast voor ANS en het dashboard, daar zijn we dus mee bezig. Daar krijgen we vanmiddag ook de demo over. Maar we verwachten dat we dat kunnen gaan testen in mei en juni. En dat heeft dan misschien nog wat consequenties voor in de zomer, nog wat laatste dingen aanpassen. Maar daar gaan we wel voor. Daarnaast zijn we met beleidsstukken allerlei dingen aan het regelen. Dus de OER, we hebben er 2. We hebben de OER voor jaar 2 en jaar 3 van het huidige curriculum.
Dat is nu door de adviesronde al gegaan bij het medezeggenschap. En we hebben gisteren ingeleverd voor ter instemming. De EA 2030-oer die ligt nu ter advies bij medezeggenschap. En die hopen wij dan in mei weer in te leveren ter instemming. We hebben overgangsregelingen opgesteld, want natuurlijk studenten van het huidige curriculum, sommigen moeten misschien starten in EA 2030 en anderen zitten straks in een tweede jaar, waar er daarna geen onderwijs meer gegeven wordt uit het tweede jaar, maar ze moeten wel nog met dingen afronden. Dus we hebben daar een heel plan voor opgesteld en de meeste betrokken coördinatoren weten hier ook het fijne van. We zullen nog wel bij een aantal lijnen een uitvraag doen voor de laatste paar puntjes op de i. Dus ook met roosterstukjes, als je zegt er moet nog een inhaalles extra worden opgezet, dat moet zo meteen het roosterteam wel weten. Dus we willen eigenlijk dat al wel een beetje af gaan stemmen en zo vroeg mogelijk, want dan kunnen we er allemaal rekening mee houden. We hebben ook een evaluatieplan voor EA 2030. Daar wordt nu aan gewerkt en dat moet ook in mei worden ingeleverd bij het medezeggenschap. We hebben een BSA-procedure waar nog wat dingetjes moeten worden aangepast. En we moeten een beslissingscommissie opzetten voor EA 2030. En daar komt natuurlijk ook nog het fijne bij kijken op beleid. Dus daar zijn we ook mee bezig. Dus ik geef je even een klein stukje van de achterkant mee wat wij ook aan het doen zijn. Ik wil het CIS even highlighten. Iedereen is daar druk in bezig om zijn onderwijs neer te zetten. Er komt een nieuwe feature dat documenten en weblinks daarin kunnen worden gezet. Dus je e-module link komt straks in het CIS te staan. En PDF's, documenten die nu normaal op Canvas worden gepubliceerd, die kunnen straks ook in het CIS komen. Informatie zullen wij nog doorgeven hoe dat allemaal werkt. Daarnaast kun je de ontwikkelstatus aangeven. Als het goed is, hebben de onderwijskundigen dat al een beetje laten weten in je ontwikkelteam. Maar je kan aangeven waar je staat met je onderwijsontwikkeling. En dat geeft ons wat meer overzicht van, hebben jullie hulp nodig? Zijn ze überhaupt begonnen met ontwikkelen van een module voor iets wat er nodig is? Lopen we achter op een bepaald blok? Dus dat geeft ons wat ruimte daarin. Als je daar allemaal vragen over hebt, laat het ons dan vooral weten. Daarnaast is CIS Student, dat is wat de VIP-winkel nu gebruikt. Dat is ook een nieuwe feature. Die wordt nu alleen voor VIP-winkel ingezet. Maar misschien dat we in de toekomst daar dus ook naartoe gaan werken om die voor breder in te gaan zetten. Voor Canvas, daar hebben we vanmiddag ook een sessie over met specifiek de zwaartepunten en de lijnen. Maar we hebben nieuwe blokpagina's en straks een nieuwe landingspagina voor het hele bachelorcurriculum. Want je hebt natuurlijk twee curricula die naast elkaar lopen. Dus daar zijn we ook allemaal bezig met introductievideo's maken en stukjes bouwen. We zijn natuurlijk ook aan het kijken naar communicatie naar de studenten toe. Dus allerlei stukken moeten aangepast worden daarvoor. Dus we hebben een student journey opgezet. We hebben op STIP aanpassingen gaan er komen. Er komen nieuwe welkomstbrieven, zowel voor de huidige cohort als het nieuwe natuurlijk. De URP-pagina's moeten allemaal aangepast worden. Het Erasmus MC heeft ook allerlei websites die aangepast moeten worden, dus daar zijn we ook mee bezig. En we zijn videomateriaal aan het ontwikkelen, omdat dat toch veel meer gebruikt wordt door studenten. Dus daar zijn we ook mee bezig qua instructievideo's. Ook voor ANS, strakjes en andere punten. Ik wilde alleen even laten weten voor het onderwijscentrum dat het moet worden schoongemaakt, het dak en aangepast. Dus in juli komen er stijgers te staan in het midden van het onderwijscentrum. De ruimtes kunnen nog steeds gewoon gebruikt gaan worden. Maar daar komt ook nog informatie verder over. Maar dat gaat wel gebeuren. Het heeft geen invloed verder op ons onderwijs. Het kan wel zijn dat routes en lopen even zoeken wordt, hoe we dat allemaal gaan inzetten. En e-read, dat is het tweede onderwijsgebouw. Die komt hopelijk half juli opgeleverd. En ook voor het nieuwe rooster straks zijn er al ruimtes die gaan worden gebruikt in het nieuwe semester. Dus dat zijn ook allemaal mooie stukjes om even te noemen. En dan voor onze topdocenten hier. Teaching Information Portal, TIP afgekort. Het gaat er komen. Hij gaat live op 1 juli. En er komen wat testdagen waarin we ook heel graag alle feedback willen vragen van docenten op 6 juni en op 11 juni. Dus hopelijk kunnen jullie laten weten wat je ervan vindt. Het is allemaal informatie die erop komt die nuttig is voor iedereen. En hopelijk op één plek en niet op 5 verschillende pagina's. Oké. Goed. Een applausje waard, zeker.
Nou, volgens mij laat dit ook heel mooi zien hoe er naast die echte onderwijsontwikkeling, wat er allemaal nog meer gebeurt om het strakjes allemaal mogelijk te maken. Want ja, onderwijs is één, maar dit is van nou ja, vitaal belang eigenlijk om het allemaal te laten draaien. Dus heel, heel fijn hoeveel slagen daarin gemaakt worden op dit moment. Waar gaan we dan nu naartoe in de aankomende weken richting september 24? Nou, we gaan investeren in het fundament en ondertussen de trein laten rijden. De trein rijdt al, de verschillende ontwikkelteams, alles en iedereen is al heel druk bezig om onderwijs te ontwikkelen. Maar daarnaast proberen we ook gewoon de grondvesten van EA 2030, de basis, zo goed mogelijk verder in te richten. Hoe ziet dat er dan meer concreet uit? Nou, zoals verschillende van jullie al weten, zijn we bezig de blokcoördinatoren aan te stellen. We zijn druk bezig met de casusontwikkeling van Bachelor 1. De CGO-docenten worden dus geworven en geprofessionaliseerd. Er zal een update komen van het toetsplan. Het toetsplan was er in een 70% versie. We gaan nu naar een boven de 90% versie. Vanmiddag zullen we daar ook nog wat meer en verder over vertellen. Wat dan daar vervolgens nou ja, de impact en de gevolgen voor zijn voor de verschillende toetsmomenten in het nieuwe curriculum. We willen vooral van alle deelcompetenties in ieder geval van jaar 1 helder hebben welke datapunten, zoals we dat dan noemen binnen programmatisch toetsen, we allemaal gaan verzamelen in jaar 1. Zodat we straks die studenten daadwerkelijk wel overwogen een besluit kunnen geven of ze goed bezig zijn of dat er toch nou ja, problemen in hun voortgang zijn. Het liefst hebben we dit natuurlijk tot jaar 3, maar jaar 1 is het meest urgent. Er zullen ook nieuwe ontwikkeldagen komen. Ze staan hier al klein genoemd. Strakjes doen we echt de save the dates laten zien. Dat zullen ontwikkelochtenden zijn. Dus dat is ook alweer wat makkelijker in te plannen in de agenda. Voor jaar 2 en jaar 3 staat voor vandaag heel erg op de agenda de onderwijsschema's compleet krijgen en binnen de kaders dat het allemaal past binnen de onderwijsuren die we bedacht hadden. Dat er ook een goede koppeling en integratie is tussen de lijnen en de zwaartepunten. En dat de leeropbrengsten duidelijk zijn van de verschillende onderwijsperiodes en ook van de onderwijsmomenten. Zoals eerder besproken, voor programmatisch toetsen moet er ook een beslissingscommissie aangesteld gaan worden. Op dit moment wordt dat voor de master gedaan, maar ook voor de bachelor moet zo'n commissie aangesteld worden. En de studentenleeromgeving moet verder klaargemaakt worden, inclusief de studentcommunicatie. Kortom, we zijn nog wel eventjes lekker bezig. En als je af en toe het idee hebt, wow, het lijkt hier wat sneller te gaan stromen. En goh, wat krijg ik wat water in mijn gezicht gesmeten. En wat is het koud en wat schudt het. En ik krijg nu een paddel van mijn collega in mijn gezicht. Ja, dat klopt. Dat hoort er een beetje bij. Ik zou willen dat het niet zo was, maar schrik er niet van. Ja, dat wil ik jullie vooral meegeven. We zitten in een hele gave fase. We zijn een nieuw curriculum aan het neerzetten. Maar het gaat niet zonder slag of stoot. En bedenk ook dat als je in het ene bootje zit, dat er nog andere bootjes voor en achter je varen, die soms dan ook net even een wat andere kant uitvaren dan dat jij van tevoren bedacht had. Maar we proberen wat dat betreft allemaal wel dezelfde kant op te gaan. Goed die rivier af te komen en aan het einde te zorgen dat we daar gewoon een heel mooi nieuw curriculum hebben liggen. Kortom, geniet ook van alles wat we hier aan het doen zijn. Maar schrik er niet van als je af en toe denkt, goh, wat is het koud en wat is het nat. Wat gaan we dan vandaag doen? Dit is het programma. Lekker overweldigend natuurlijk, maar dat is omdat we verschillende parallelprogramma's hebben. We zijn nu, even kijken of mijn pointer wat dat betreft, ja, die werkt. Wij zijn nu op dit moment hier en vanaf 9:20 gaan we in parallel sessies starten. Waarbij jaar 1 aan de slag gaat in onderwijsruimte 22. Daarom staat het in het rood, want dat is een nieuwe locatie ten opzichte van wat er eerder gecommuniceerd is. Die gaan aan de slag met een casuswerksessie. En daarna ook met de toetsontwikkeling van jaar 1. Dit zijn dus de blokperiodes van jaar 1. We hebben volgens mij ook
die schema's wel liggen. Of neem vooral een foto, want dan heb je het zeker. Ik wil ook aan de vertegenwoordigers van de longitudinale kennisdomeinen, dus dat is de pathologie, de huisartsgeneeskunde, noem maar op, die wil ik vragen om aan te schuiven bij die sessies, dus van jaar 1. Omdat het daar dus concreter wordt hoe de casussen uit te werken en hoe de toetsing uit te werken. Dus daar is het waardevol om aan te schuiven en mee te doen. Voor jaar 2 en jaar 3 hebben we parallel sessies in verschillende tijdsloten. En dat is om aan de slag te gaan met de onderwijsschema's. Om die kloppend en compleet te krijgen. Kortom, op de gezette tijden verwachten Daan en ik jullie heel graag dan bij ons in de verschillende onderwijsruimtes. En dan gaan we samen met de ontwikkellijnen echt verder aan de slag met die onderwijsschema's. In de tussentijd, als je niet bij ons zit, grijp vooral je kans en je moment om met je blokperiode aan de slag te gaan. Om, nou ja, ook zelf verder je onderwijsschema en je planning compleet te maken. Zoals eerder gezegd, hiervoor liggen ook alle planningen voor de docentprofessionalisering. Neem die vooral ook mee voor jouw blokperiode. Want ook als je in jaar 3 zit, op een gegeven moment gaat het moment komen dat je daadwerkelijk aan de slag moet gaan met de casusontwikkeling. En je kan het maar beter nu alvast af gaan stemmen. Verkeerde knopje ingedrukt. Strakjes hebben we ook lunch in de foyer en daarna hebben we een kleine plenaire sessie die over toetsing gaat. Dan gaan we wat meer vertellen over programmatisch toetsen en gaan we ook sneak previews geven van het nieuwe toetssysteem ANS en ook van het dashboard, zoals dat heet. Hoe gaan studenten strakjes inzicht krijgen in hoe hun voortgang is? En daarna is er vooral ook heel veel tijd om weer zelf door te werken aan je verschillende onderwijsperiodes. Waarbij er dan een aparte sessie is voor de zwaartepunten, dus de ontwikkellijnen. Daar moeten we het eigenlijk over hebben. Die gaan dan aan de slag met Canvas. En er is een aparte sessie voor het projectonderwijs in de middag.